Ja, het heeft een tijdje geduurd, maar het moment is eindelijk daar. Vandaag is de finale van jonge makers en junior vakkanjers. En ze zijn hier beneden nu nog dingen aan het klaarzetten. En in de kamer hiernaast zijn ze ook allemaal hele leuke dingen aan het voorbereiden. En het loopt al een beetje binnen, er komen al wat mensen aan. En ja, straks sta ik dus ook op het podium. En dan gaan wij de presentaties doen voor jonge makers en junior vakkanjers. En de uitreikingen van de grote prijzen voor junior vakkanjers en jonge makers. En ik heb er zin in. Wel even kijken of ik de Cinemate Studios stress van me af kan schudden. En zo gewoon lekker natuurlijk op het podium kan staan en kan presenteren. En dan morgen gaan we direct weer door met het voorbereiden van Veet. Want Veet, de Veet Awards zijn vrijdag al. En het Veet Festival begint zaterdag. En ik ga vrijdagavond nog naar een concert met mijn zusje. Dus dat wordt allemaal heel erg veel gereis en heel erg veel drukte. En waarom doe ik mezelf dit aan? Nou, hier ga ik dus de komende 2 uur lang op het podium samen te presenteren. Hell yeah! Zin in! Yeah! Woe! Nou, wij moeten alleen nog even de kaartjes doornemen en dan zijn wij ready to go. Een stuk of 30. Ja. Vind je het eng? Spannend? Nee. Nee? Gek genoeg helemaal niet. Nou, het is een beetje hetzelfde kant op. Ik vind het wel een beetje spannend, maar ik denk dat ik een beetje die zenuwen krijg van al die kinderen. Die komen nu een beetje binnen en zo. En dan, ja, ik weet niet, ik vind het zo gespannen en zo. Ik neem dat toch over. Komt dat goed. Ik ben een professional, hè? Dus. Oh ja, dat is het. Dames en heren, welkom hier in het Klokgebouw in Eindhoven voor de finale van jonge makers en junior vakkanjers. Dus welkom jonge makers, junior vakkanjers, docenten, familie, ouders en iedereen die meekijkt bij de livestream natuurlijk. Even allemaal zwaaien naar de camera voor de livestream, die hangt daarachter ergens. Ja, leuk. Vandaag is de finale voor jonge makers en dat is de techniekwedstrijd voor de VMBO onderbouw en de techniekwedstrijd voor junior vakkanjers VMBO bovenbouw. Ja, zeker. We hebben jullie al maanden keihard naartoe geleefd en gewerkt en vandaag gaat het dan toch uiteindelijk echt gebeuren. Op de dag van vandaag zijn er nog 10 teams over die strijden om de plek. En als ik zo een beetje in de zaal zit koekeloeren, zie ik heel veel gespannen gezichtjes. Maar ook heel veel bekende gezichten die we al eerder ook hebben gezien natuurlijk. Ja, beginnen jullie echt te leren kennen. Komt allemaal goed. Ga er vooral ook heel erg van genieten. Want jullie hebben keihard gewerkt de afgelopen maanden. Vergeet dat niet. Ja, en voor de mensen die het natuurlijk niet hebben meegekregen van wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Hebben wij nog een kleine compilatie gemaakt van om terug te kijken op jonge makers. Zeker, kijk even mee. Daar zijn we weer. Vandaag gaan we van start met regio Noord-Holland. We staan hier op het RDM-terrein in Rotterdam aan de Maas. En wij staan hier vandaag in het FabLab in de Hogeschool in Arnhem. Daarvoor willen wij eerst Staf Depla naar voren roepen voor het uitreiken van onze mooie prijzen. Oh, kijk, ik zie daarachter al... Ja, daar komt hij aan. Ja, daar komt hij aan. Nog één keer een davend applaus voor Staf Depla. Applausje voor Jeroen, dames en heren. Met een grote gouden envelop. Nou, kom er ook maar ertussen zo staan. Ja. Wij hebben dan een paar vragen voor jou, want was het nou moeilijk om tot een besluit te komen voor wie de winnaar is geworden? Zoals elk jureerse cliché, het was heel erg moeilijk om deze klus te klaren, uiteraard. En nou ja, we waren sowieso heel erg vrolijk en verrast door alle mooie finalisten en ideeën die we hebben gezien. Dus daarvoor wil ik nog wel een keer een hartelijk applaus voor jullie zelf. En wat heeft voor jullie nou de doorslag gegeven tot welk groepje 1, 2 of 3 is geworden? Hoe creatief zijn ze bezig geweest? En waar worden wij nou heel erg blij van? Dit is een hele cryptische omschrijving, maar de mensen die het gemaakt hebben weten zeker wat het is. Het is de hulpkast van het Eddie Hilversum Lyceum. Dames van de hulpkast, kom maar naar voren!
Nou, dit was het alweer voor de finale van Jonge Makers hier in het Klokgebouw in Eindhoven. De winnaars van 2016 zijn nu eenmaal bekend. En ja, wij gaan gewoon lekker even een hapje en een drankje nemen. En niet getreurd als je nou niks gewonnen hebt, want volgend jaar kan je gewoon weer meedoen. En wie weet zien we jullie dan. Ik zeg doei! Tot dan! Nou, dat was het alweer voor het avontuur Jonge Makers en Junior Vakkanjers. Dit was mijn laatste werkdag. En nou maar hopen dat ik volgend jaar weer een belletje krijg van hey, wil je dit jaar weer doen? Ik heb al doorgekregen dat het wel een leuk idee lijkt dat ik volgend jaar gewoon weer lekker Jonge Makers en Junior Vakkanjers meepak. Maar voor nu is dit avontuur afgelopen. Thank you.